Hoi, hoi, daar zijn we weer. We gaan beginnen met toer 22. Nog even een kleine afronding van toer 21. Zie, ik ben hier geëindigd met een vaste. Ik heb daar dus hier een stokje en daar een stokje moeten maken. Dus in principe ben je dan geëindigd met een stokje. Het kan ook zijn dat je hier eindigt met een vaste. Dan maak je daar nog een stokje en dan hier en daar een stokje. Dus dan eindig je met drie stokjes. Hou daar even rekening mee. Enfin, toer 22. Haak 1 lossen en werk draaien. Mama komt zo, Maarten, ja? Dan gaan we in de eerste een stokje maken. Dan staat er haak 1 stokje in de eerste steek. Dan gaan we verder met het patroon. Zoals ik in toer 21 uitgelegd heb, moet je even gaan wisselen. Ik heb hier nu dus een stokje. Ik zal even mijn camera recht hangen. Daar maak je een vaste. Hier hebben we een vaste. Daar maken we een stokje. Hier hebben we een stokje. Daar komt een vaste. Hier hebben we een vaste. Daar maken we een stokje. Dus je wisselt eigenlijk. Kom je een stokje tegen, maak je een vaste. Kom je een vaste tegen van de vorige toer, maak je een stokje. Nou, dit herhaal je tot aan het einde. Ik zal even snel naar de andere kant gaan. Kijk, hier heb je nog een vaste en dan maak je nog een stokje bovenop. En dan heb ik nog twee stokjes over. Dan maak je gewoon een stokje en een stokje bovenop, om het gelijk te houden. Je kan er ook voor kiezen om hier een vaste te maken en een stokje. Dat laat ik heel aan jou over, een beetje eigen fantasie. Dus als je de pied de poel wat meer door de rand door wil laten lopen, je moet echt rekening houden dat die rand hier straks van de vest opgehaakt gaat worden om je volledige boord aan te zetten. Dus die eerste steek zal gedeeltelijk gaan vervallen. Dus je kan ervoor kiezen om hier een stokje te maken. Je mag er ook nog voor kiezen om daar nog een vast op te maken. Dat is geheel aan jou. Bon, ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid heeft verschaft voor toer 22. Ik ga deze toer weer afhaken. Ik zal ook weer een post gaan plaatsen op Facebook van het YouTube-kanaal. Dan kunt u dus daar ten alle tijde terugkijken, mocht het niet meer op Facebook zichtbaar zijn. Ik wens jullie alvast heel veel succes. En ik ga verder en ik zie jullie straks weer terug met toer 23. Doei doei!